Een hele goede middag, luidjes. Welkom bij deze nieuwe Ups and Down. Het is inmiddels middag dus, wat ik al zei. Ik ga nu mijn schoenen aandoen, want ik moet 3 kinderen op gaan halen. Ze zijn vanochtend naar school geweest. En wat heb ik allemaal gedaan? Nou, daar ga ik jullie even meenemen. Vanochtend heb ik eerst Jordi naar school gebracht, daarna Liam naar school gebracht en Sam, want die zit op hetzelfde schooltje. Daarna ben ik gelijk naar mijn gesprek gegaan, wat ik dus heb met mijn, ze noemen het de praktijkondersteuning, maar zij kan ook heel veel werk van een psycholoog en alles doen, weet ik veel wat zij doet, maar in ieder geval, zij is praktijkpsychologe. En dan zou je zeggen, Mandy, ga naar de juiste toe. Ja, dat kan. Maar om mij ergens fatsoenlijk heen te kunnen sturen, zul je iets meer van mij moeten weten dan alleen ik heb druk in mijn hoofd. En ik kan het lichamelijk niet aan en ik heb geen uitknop. Dat. Dus dan zul je toch iets meer moeten gaan graven, wil je me naar de juiste sturen. Dus daar zijn we nu mee bezig. We gaan nog verder en meer bespreken hoor, daar niet van. Dus dat. Daarna ben ik naar de pijnbank geweest. Ik ben gemasseerd. Dan zou je denken, oeh, dat is lekker. Nee, dat is niet lekker. Dat is niet lekker. Ik heb pijn geleden. Gewoon echt pijn geleden. En ze vroeg aan mij, hoeveel is je pijn? Ik zeg, mijn pijn is nu 9. Oké, zegt ze, als ik jou nou ga masseren, zegt ze, zal de pijn hoger worden. Ja, die ging naar 9,5 à 10. Maar dit is ook een kwestie van tijd. Een kwestie van dat je het gewoon moet ondergaan, zeg maar. Dat ze zei ook, ze zegt, Jezus, zegt ze, jij zit echt vol met knopen, ontstekingen, et cetera. Ze zegt, ik krijg het er wel uit, zegt ze, maar dat heeft tijd nodig. Dus zij gaat me behandelen. Woensdag mag ik weer naar de pijnbank. Yay! Maar ik doe het voor een goed doel, denk ik. Op dit moment heb ik knallende hoofdpijn. Zij heeft ook hier van alles gedaan. En zij is ook... ze weet van mijn ontsteking hier. Maar ze zegt, jouw schouder is nu weer aan het opgaan. Ze zegt, ja. Ze zegt, dat is gewoon 1 en 1 is 2. Hè? Zegt ze, dat is samenhang. Hè? Dat is niet... Ze zegt, dit, zegt ze, is bij jou gewoon 1. Dat de ontsteking die hier zit, die zit ook hier. Ik zeg, oké. Ik zeg, nou, wat gaan we ermee doen? Ja, gewoon je antibiotica kuur afmaken. Wat meer kun je niet doen. Ze zegt, was het binnen 48 uur beter? Ik zeg, ja, dat wel. Dan zegt ze, dan heb je dit al getackled. Ze zegt, dan kan ik hier, als je antibiotica kuur voorbij is, kan ik hier ook wat aandoen, zeg maar. Dus dat. De fysiotherapeut, die zei ook van, het is wel echt nodig. En ik voel wel dat jij echt, hè. Ik heb ook bewegingen meegekregen. Ik moet meer dat doen. Voor mijn schouders ook. En ik moet roeren in een pot. Dat moet ik ook doen. Dus dat. En, dat. Dat moet ik allemaal doen. En nu ga ik dan 3 kleine ettertjes ophalen. En, dan begint het weekend. Ik heb een leuk weekend voor de boeg. Dat sowieso. Morgen ga ik tatoeatie laten zetten. Ik ga daar nu nog niks over zeggen. Want hij moet nog ontworpen worden. En dat wordt morgen gedaan. En dan wordt hij gelijk gezet. Dus, ja. Daar ga ik nog niks over zeggen. Ik weet wat ik in mijn hoofd heb. Dus we gaan het zien. Morgenavond gaan Niels en ik uit eten. Als onze date night. En zondag is Liam jarig. En dan doen we gelijk Sam zijn verjaardag vieren. Want die is over 2 weken jarig.
Maar dan hoef ik niet continu mensen, ja, begrijp me niet verkeerd, hè? Mijn ouders mogen altijd komen en alles, maar volgend weekend heb ik ook alweer druk, druk, druk. Dus ik vind het ook wel een keer prettig om een keer niet druk te hebben. En dat begrijpen mijn ouders ook heel goed. Dus mijn ouders komen zondag, mijn opa komt zondag en de moeder van Niels komt zondag. En dan doen wij richting zomer / lente doen we weer de verjaardag van alle kindjes samen vieren. Maar dan is het voor nu in ieder geval, zeg maar, even een beetje gevierd. Maar goed, ik ga kindjes ophalen. En ik ga ervoor zorgen dat ik op tijd ben. Want parkeren moet je ook gewoon kunnen. En dat kan je niet op het moment dat je wat later bent. Een hele goede middag. Wat zeg je, Niels? Ja. Ik heb al een drukke ochtend gehad. Ik ben namelijk weg geweest voor een tatoeatie te zetten. En ik ben weg geweest voor boodschappen te doen voor dit weekend. Ik zal jullie even laten zien. Dit is de tatoeatie geworden. Daar zit een hele betekenis en gedenkding achter. En ja, ik ben er heel blij mee in ieder geval. Degene die het gemaakt heeft, die heeft het zorgvuldig gemaakt. Met mijn bizarre brein op de achtergrond, zeg maar, dat. En hij heeft dat echt heel goed gedaan. Hij heeft heel goed geluisterd naar wat ik wou, wat mijn wensen waren. En daar ben ik hartstikke blij mee. Nu is het tijd om even te eten. De tatoeatie te laten drogen. En opruimen. Ik moet mijn haar nog doen, maar ik ben in zoverre klaar om met Niels weg te gaan. De oppas is er ook al. En dan gaan we lekker uit eten. Maar goed. Dit is wat ik aan heb. Dit is wat ik aan heb. Ik heb hier mijn sokken nog. Daar komen mijn Vans nog bij. En ja, ik ben zo blij met mijn tatoeage. Ik ben echt zo blij ermee. Maar goed, ik ga even mijn haar doen. Het wordt eigenlijk wel een beetje hetzelfde. En dan kunnen we zo gaan. Een hele goede morgen. Ja, wij zijn gisteravond thuisgekomen. Mijn schouderjongen, dat was echt op ontploffen, stond hij. Dus we hebben zover genoten zoals het was. Geen toetje genomen, want het was gewoon echt, we zaten voller dan vol. Dus dat. Toen zijn we thuisgekomen. Hebben we afscheid genomen van de oppas. En toen hebben we even gauw wat versierd. Niels, die is nu daar bezig. Die is het speelhuisje voor Jager Job in elkaar aan het zetten. Want we hebben Jager Job. Yay! Hij heeft het gewoon nog niet in de gaten. Maar dat is ook ons cadeau, zeg maar. Dus ja. Hè? Ik heb nu al rundergulas in de slowcooker staan. Ik ben mijn oma's ragout aan het maken. Dit is hamlappen zijn dit en champignons. Normaal doe ik het zeg maar met 600 gram hamlappen en 1 doosje champignons. Maar nu heb ik dat meer gedaan, want dan kan ik ook wat aan mijn schoonmoeder en aan mijn opa meegeven en aan mijn ouders. Dus dat, dat is nu aan het bakkeren. En als dat gebakken is, dan kan ik verder met de ragout zelf. Ik ben ondertussen ook ontbijt aan het maken voor iedereen. Dus ik ben vanochtend een beetje bijtje. Ik heb schouderpijn, dan heb ik jou daar. Maar hey, dan mag de pret niet drukken. We hebben een jarige in het huis. Jee. Oh, doetje. Hij is gewoon 4. Dan zou je denken, Mandy, vier dan vandaag ook echt zijn verjaardag? Ja, we vieren wat. Maar we doen, als het zeg maar richting zomer is, dan gaan we het pas echt vieren. Want dat is voor de kinderen veel leuker. Kunnen ze spelen, zitten ze niet binnen opgesloten. Dus vandaar dat we die keuze maken.
En zolang dat nog zeg maar gewoon gaat, doen we dat zo. We hebben natuurlijk elke zondag hebben we natuurlijk verjaardagsontbijt. Maar omdat deze grote vent nou vandaag 4 jaar is geworden, is hij wel extra speciaal. Hey jongen, hiepe de piep! Ja, hoera! En toen gingen we verder met de ragout. Ik heb alles weer aangezet. En ik heb een klont boter hierin zitten. En daar gaat bloem bij. Hoeveel dit is, ja, dat weet ik niet. Zoek even op Google de verhoudingen voor een roux op. R-O-U-X. En dan vind je die vanzelf. Dit is namelijk op gevoel roux. Mijn oma deed het op gevoel. En zo heeft ze mij het ook altijd laten zien. En dan kun je nagaan hoe dat ik het doe. Ik doe het op gevoel. Dus ja, dat. Ik doe het gewoon allemaal op gevoel. Zodra de boter gesmolten is, ga je de bloem bij doen. En nogmaals, voor mij is dat op het oogje. Ondertussen zie je Niels bezig. Die is eventjes de boel aan het opruimen. Het voordeel van dit recept is, je kan het ook nog altijd met maïzena dikker maken, et cetera. En daar zit nog een geheim dingetje aan, wat er ook nog in komt. En ook dat bindt nog. Dus je bent niet volledig afhankelijk van de boter en de bloem. Dan ziet het er zo uit. Dan ga je dit even aanbakken. Want het moet een zanderige structuur hebben voordat je de bouillon erbij gaat doen. En de bouillon is gloeiend heet, want dat is voor de binding beter. En je moet goed blijven roeren op het moment dat jij de bouillon hierbij doet, want dit stolt echt gelijk. Dit is gelijk gebonden. Niels, ik heb gevraagd of Niels even wil filmen. Dan kan ik jullie laten zien wat de bedoeling is. Zoals je ziet gaat dit gelijk binden, maar je moet blijven roeren. Elke keer als het vocht weg is, nieuw vocht toevoegen. En trust the process. Want het lijkt nu alsof er allemaal kobbelten in zitten. Dat is ook, maar dat gaat dadelijk weg. En ook al zitten er klonten in, dan kun je het altijd nog zeven. Dus het is niet zo dat jij gelijk in de problemen zit. Maar probleem. Dit ga je herhalen totdat je een ragout hebt. Dat heeft een bepaalde structuur. Ik kom bij jullie terug wanneer dat is. Nou, dit is zoals je ziet een hele mooie saus. Maar voor een ragout moet die dikker zijn. En ik heb hem expres even wat dunner gemaakt. Want er gaat nog een geheim ingrediënt in wat bindt. En dat geheime ingrediënt is dit. En ja, het moet van de Maggi zijn. Het mag geen ander merk zijn. Het moet van de Maggi zijn. Want alleen dan krijg je de smaak die mijn oma altijd in haar ragout had zitten. Dit doe je in een glas, heel klein beetje water en dan gewoon koud. Dan doe je het erbij en dan gaat het weer binden. Ik ga het even in een glas doen met water erbij en dan laat ik het jullie zien. Oh, en als je hem echt op smaak wil maken, nootmuskaat, knoflook enzovoorts, dan is nu het moment om dat te doen. Dan heb je dit papje. En ik ga proberen om het allemaal met één hand te doen. Maar ja, als het niet lukt, dan zien jullie dat. Ik gooi het erin. En dan moet ik gelijk gaan roeren. Dus ik ga heel eventjes naar mijn andere hand. Ik gooi het erin. En dan moet je gelijk gaan roeren, want het bindt. Zie je? Hij wordt als gelijk dikker. Dan
Dan gaan we nu heel eventjes een lepeltje pakken en proeven. Ik heb nu natuurlijk iets meer gemaakt. Dus ik proef nu heel eventjes of dat ik nog een zakje erin moet doen. En dan moet ik. Ik heb er nog een half zakje bij gedaan. En je ziet de consistentie. Dit is echt een ragout. Hij mag nog ietsjes dikker. Maar ja. Ik weet niet of ik dat in dit geval wil. Want dit is de consistentie dat mijn oma altijd had. Wat je in principe nu dan kan doen is de champignons en alles erbij doen. Maar als jij hem niet genoeg vindt met peper erin, dat je dat er nog bij wil hebben. Nu doen, want dadelijk als alles erin zit kun je hem niet echt meer op smaak krijgen omdat alles erdoor zit. Maar nu is het gewoon een goede consistentie. Hij mag in principe iets dikker, maar ik vind hem voor nu voor mij goed. En dadelijk als hij wat langer staat is hij sowieso iets dikker. Maar goed, dan mag alle champignons en vlees erin. Als je er groente in wil hebben, doe dat vooral. Maar mijn oma deed het met hamlappen en champignons. En dat was eigenlijk waar mijn oma gewoon goed in was. Lekker een ragout maken. Iedereen wist ook altijd dat als er een verjaardag was of wat dan ook, dat er ragout was met een pastijtje. En dit kun je ook over brood doen. Ik doe ook wel eens dit maken en dan rijst en dan roerbakgroenten erbij. Dit is echt... Je kan... Hou jij eens op? Nee, is niet grappig. Ja, dit is echt volledig optioneel. Maar dit is in ieder geval, zoals jullie het nu zien, mijn oma's ragout. Je kan het ook met kip maken. Je kan het zonder champignons maken. Je kan het met rund maken. Je kan in plaats van rundvleesbouillon, wat ik heb gebruikt, kun je kippenbouillon gebruiken. Je kan het zakje champignon... je kan het zakje champignonsaus weglaten. En in plaats daarvan het dikker maken met maïzena. Het is, je hebt hier echt alle mogelijkheden mee. Maar goed. Dit is dus de ragout zoals mijn oma hem altijd maakte. Zo, zo lekker. In de glorie, in de glorie. Blazen. 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 Oh, wat een mooie taartje hebben jullie. Dus die kan werken zo. Nee, nee, die zo. Kun je niet eten. Dit nee. Moet je eten. Ja. Goed zo. Opa kan jou voeren en helpen, toch, opa? Ja, dit doen we erop gebruikt. Ja, dit kan zo. Zo. Goed, lekker zo. Snoepen. Mm. Liam eet altijd zo netjes. Ik vind Liam vindt het zo lekker. Sam niet. Sam doet het gewoon... Lekker! Wacht maar, op en nog wat. Toen waren wij nog weer de oude mensen. Lekker dippen, hè? Kijk eens, waar is die nou? Zie jij dat? Zie jij dat? Dat? Daar? Wat is dat? Sammy, kijk eens hier. Kijk eens hier. Wat is dat? Een trampoline. Trampoline. Wauw! Kijk, Sam, kijk eens! Mooi, hè? Mooi korte haren. Mooi kroktaan. Kom je ook? Dat is mooi. Sam. Nee, wil denk naar het huisje. Sam, kijk eens naar Liam. Mooi huisje. Sam. Hé,
Wauw! Heb je nou je eigen huisje? Nee, Joef, je bent niet welkom. Wauw! Dat is leuk! Hé, je hebt het al gezien. Hij knapt het. Ja, ben je er blij mee? Goed zo. Jij wil glijden, hè? Maar dit is zeik nat. Wil je op de trampoline? Gaan we op de trampoline? Kom eens mee. Kom eens mee. Gaan we op de trampoline? Ja. Wauw. Wauw. Wauw, 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 wauw. Hey. Zeg, die kan goed springen. Ja, hè? Weer eruit? Je kan. Wee. Wat zijn de kinderen vandaag verwend? Ze hebben echt veel gekregen vandaag. We hebben lekker gegeten. We zijn gewoon lekker gezellig bij elkaar geweest. Ja, dat. Niels is de kinderen gaan douchen. Mijn moeder heeft zelfs de kinderen eventjes hun haren gedaan. Dat is niet omdat we een kapper niet kunnen betalen, maar de kapper waar we normaal heen gaan en waar de kinderen zich eigenlijk redelijk comfortabel bij voelen, die heeft last van zijn lichaam en hij kan momenteel niet in de kapsalon staan. Dus ja, de kinderen die moesten gewoon even geknipt worden. Dus voor nu zijn ze weer even kort maar krachtig en... ja, gaan we het wel zien hoe en wat. Wat dat betreft, mijn moeder kan heel veel dingen. Die heeft vroeger altijd al mijn vader gedaan. En ze heeft mij ook wel eens geknipt. Dus wat dat betreft, mijn moeder kan dat. Niels heeft ze ook heel lang gedaan. Dus ja, dat. Maar in ieder geval, de kinderen zijn hartstikke verwend. Zijn hartstikke blij met wat ze hebben gekregen en liggen nu op bed. En ik ga nog wat opruimen, zorgen dat alles klaar staat voor morgen, want morgen gaat Jordi weer naar school. En nou, in ieder geval bankzaken en beleggingen doen. Dus bij deze, bedankt voor het kijken en tot de volgende.